FC Emmen in de Eredivisie, we zijn er al bijna aan gewend. Maar een lang verblijf in de Eredivisie kost geld. Als FC Emmen stabiel op het hoogste niveau wil spelen, moet er volgens de directeur een nieuw stadion komen. Het huidige onderkomen, de Oude Meerdijk, zit financieel aan zijn plafond. Alle thuiswedstrijden zijn uitverkocht. En de sponsorruimtes, die veel geld opleveren, puilen uit. Met een begroting van zo'n 8 miljoen euro bivakkeert FC Emmen financieel gezien in de kelder van de Eredivisie. Een paar plaatsen hoger werken clubs met een begroting van 12 miljoen of meer. Wil FC Emmen meedoen in de subtop, dan is zelfs al gauw 20 miljoen euro nodig. Directeur Lubbers richt zich op een begroting van minimaal 10 miljoen euro. Want de ervaring leert dat clubs met een kleinere begroting hun plek in de Eredivisie snel weer kwijtraken. Het leeuwendeel van dat extra geld moet van sponsoren komen. En die moeten een plaats hebben in, juist ja, het stadion. En die plekken zijn er dus nu niet. Volgens de directeur is haast geboden. Want alleen dan zijn sponsoren bereid de komende tijd nog een beetje in te schikken in de VIP-boxen. Behalve FC Emmen profiteren ook de gemeente en de provincie mee van de Eredivisie-status. Want elk weekend is de club het uithangbord voor Drenthe.